Joyce. Nee. Allerliefste Joyce. Ja. Je bent de vrouw van mijn leven. Ja. Je bent mijn buddy. Buddy. Ja, hij is zo mooi. Oh, nee, dat klinkt zo medig. Joyce, laat altijd mijn hart sneller slaan. Nee, dat is niet goed. Nu maar in, Antoon. Je ziet er altijd zo stralend uit. Ik weet het. Het was niet tegen me. Joyce, je bent de vrouw van mijn leven. De liefde van mijn leven. Wil je met me trouwen? De liefde van mijn leven. Ja, Elke, alsof je anders zo subtiel bent. Hey, schat. Dag, Joyce. Dames. Hey. Je moet echt luisteren wat Elke meegemaakt heeft van het weekend. Zet het anders in de gazet. Weet je het heel dat ziekenhuis dat hier... Mijn ring. Ja, en dat is zo'n rubriek. Zijn Elke's liefdesverhaal. Ja? Wat doe je hier eigenlijk? Joyce. Dat is een zeemzoet mannetje dat je eindelijk gevonden hebt die zijn vriendinnetje wil bezoeken op het werk. Dat is zo romantisch, zin. Anto? Ik ben de beveiligingsupdates aan het nakijken. Joyce, kan je even Benjamin gaan halen? Ik wil dat hij even naar het medicatierobot kijkt. Allee, hop, er moet nog gewerkt worden vandaag. Hop. Het is niet waar, hè? Ja, oké. Even gaan zitten nu. Ja, dacht je dat we nu nog niet gemerkt hadden dat er wat gaande was? Ik wilde Joyce een huwelijk vragen. Ik kan feesten. Proficiat. Nee. Ik liet de ring vallen in de medicatierobot. Oei. Het is weg. Ja, zonder ring had dat nu wel moeilijk gaan, hè? Opgelost. Joyce is achter Benjamin. Waarom die ring er nu gewoon uit? Nee. De medicatie is ook al weg. Dan is die nog verpleegd. Pas loopt erachter. Ga slopen. Zo romantisch. Ja, heel romantisch. Kom, maar dan moet je weg. Ja, en wie wordt er mijn proefkonijn? Wie durft er zijn handen erin te steken? Lisa. Lisa gaat dat wel doen. Als er een proper aan net, dan is Lisa wel. Ik? Lisa. Kom maar, Lisa. Ja, het ziet er niet slecht uit. Team sterilisatie. Did it again. Oké, het is goed nu. Iedereen terug op zijn post. Ja. En onthoud de regels in verband met een goede handhygiëne. Ja. Maar hand dat toe. Hand dat toe. Wat is er aan de hand? Is het kaartje met de medicatie al toegekomen? Moet jij met die medicatie? Ik wil gewoon de zakjes nazien. Dat gaat zomaar niet. Allee, wat schijt je te vertellen? Het is Joyce. Is ze ziek? Nee, ze is niet ziek. Allee, ik wilde haar een huwelijk vragen. Heeft ze nee gezegd? Nee. Maar zeg jongen, wat scheelt er dan? Ik ben de ring kwijt. Oh, Santoon. De ring viel in de medicatierobot en zit nu in een van die medicatiezakjes. En de medicatie is al vertrokken naar de kamers. Wacht. Je moet op de derde verdieping zijn. Isabel is daar de medicatie aan het verdelen. Derde, als je haast, ben je misschien op tijd. Ja, derde verdieping. Ja. Oh, je moet toch Antoon de ring kwijt. Antoon? Dag, Joyce. Hey, Joyce, daar. Die lopen in de hang. Je leest. Die lopen in de hang. Isabel, je moet me helpen. Antoon wil Joyce een huwelijk vragen. Maar echt proficiat. Maar niks te proficiat, hij is zijn ring kwijt. Die is in een van die zakjes van de medicatie blijven zitten. Kijk.
Die ring zat niet tussen de medicatie van de kamer waar ik al ben geweest. Dus blijft enkel kamer 65 over. Niet lopen in de gang. Hallo? Uit de kant. Oh. Uit de kant. Nu even niet, Marilyn. Ja. We zijn met iets heel belangrijks bezig. Ik weet het. Hier gaat alles vertaald. Mooi jongens, tof. Met dikker zeg. Ha, zeg maar eens. We gaan niet onderbreken. Ik moet eerst al de sporen zoeken, want anders is het direct weg. Wat wil je doen? Sporen zoeken? Nee, ja. Wie kan er dan nu beter dan een kusvrouw? Het is nog warm. Het had hier juist het weer geweest. Excuseer, Marilyn. Aha! Wat? Die strepen, dat is van de medicoosje, Carrie. Dat linkerwieletje, dat slipt altijd. Ik weet heel zeker wat ik aan ervoor. Een speciaal productje dat auto onmiddellijk mee weg. Onmiddellijk. Dus die medicoosje, Carrie, die geweest, hè? Ah ja, zo niet verzeten dan ook die ring nog geleverd dan, hè? Zat dat juist... Maar shh. Oh, nee. Ja. Oeie. Pezen om het te laten, zie je, vindt. De patiënt is verzekerd. Ah, waar. Het is dat ik juist wou zeggen. Mevrouw de Ridder is juist naar huis vertrokken. Kijk ik hier lekker wat? Maar dat is lavendel en citroenen. Maar dat is van dat productje dat ding is, Marleentje. Maar dat ze zich dat hier gebruikt heeft, ze gebruikt zich dat nog eens in de kamer. Altijd in de revalidatieruimte. Ah, mevrouw de Ridder is juist naar de revalidatieruimte. Ze moet daar oefenen voor haar nieuwe heup. Ah, maar moet zien je wel. Ik ga het daar zijn. Hoe zie je nog een honkie? Maar kijk die dassen dan. Ja, ik zou eigenlijk wel haar mee houden, maar kan ik moet de boel op kussen, want dat ligt hier al niet. Allee, heb uit de kant. Succes, Anton. Ah, je zit er. Kom, zet u even. Klaar? Wat zie je hierin? Er zijn geen goede of foute antwoorden. Zeg gewoon wat je erin ziet. Joyce onder de Eiffeltoren. Oké. Joyce die slaapt. Joyce haar kat. Ik zie het niet. Oh. Ah, Joyce. Joyce zonder ring. Zet u allemaal niet zo mee vandaag. Maar het hele ziekenhuis supportert voor u, Anton. Niet opgeven. Alles komt goed. Mevrouw de Ridder. Is er hier mevrouw de Ridder? Ah, Maria wil je zeggen. Ah, Maria. Jullie kennen haar? Amobaya. Wie, ne? Wel, Maria? Van de garnaalkroketjes? Ah, Maria. Halleluja. Halleluja? Wel, een receptje, nee. Magnifiek. Welk receptje? Van die garnaalkroketjes? Waar kan ik haar vinden? In de keuken misschien. Maria ging een receptje van delen met Kimberly. Ze is in de keuken dus. Maria, maar ben je eens? Ze is al naar rust. Jong, Elba, hier niet opzetten. Nee, dat is in een stoel. Kom aan. Zeg, maar wat scheelt er eigenlijk? Maria heeft mijn ring. Ah, Anton van de ring. Van Joyce. Ja. Maar jong toch. Als hij nu al lip heeft, dan zeg je Joyce wel niet waard. Zeg, misschien ik niet zo streng aan? Bleters, het moet er niet van weten, nee. Als er een ring gevonden is, dan is er maar één persoon die dat weet van het. Halleluja. Ik zoek... Hey. Wat is er? Ik zoek mijn ring. Kimberly! Ja?
dat is die slimmerik van de ring. Ah, Paul. Annemie zeiden dat Maria een recept had met garnakelketjes en dat de keuken zou weten wat dat meen... Wacht. Succes. Merci. Halleluja. Maralisa, Monty. Sorry. Dus jij denkt dat Joyce boos zal zijn? Dat ze nee zal zeggen als je het haar vraagt? Meneer pastoor, zonder ring kan ik het niet vragen. Ik ben overal geweest. Ik ben de ring kwijt. Hé, jongen, kijk eens naar mij. Zeg, nooit de moed opgeven, hè. Maria, garnakelketjes, haarnetjes. Ik geef het op. Maria, ja, ze een mooie ziel. Ik heb haar vanmorgen nog gezien. Ja, ze was echt blij dat ze naar huis mocht, want ze mist haar hondje zo, hè. Ik ben blij voor Maria. Maar, weet je, ze heeft me wel iets in bewaring gegeven. Iets waarvan ze zei dat ze nog komen vragen. En als ik het geef, moest ik erbij zeggen dat het leven veel te kort is om te wachten op het juiste moment. Excuseer, meneer. Er is hier een belangrijke meeting bezig. Je zal even moeten doorlopen. Onze excuses. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Van Lasse, een beetje spieren kweken, zoals ze zeker van jou zijn. Ik zou dat toch zo niet doen, hè. Ik zou zeggen, Joyce, je ogen zijn zo diep over de zee, dat ik er even druk. Gewoon trouw met mij. Is dat niet te streng? Een vrouw, je moet dat zwanieren. Je moet dat een beetje complimentjes geven. Dan is ook een zin. Hey, vier. Mijn allerliefste schatje. Dat raakt echt op niks, hè. Vertrouw me, maar. Kan ik ervaring met de vrouwen? Kom, het is genoeg geweest. Ik ga zeggen wat ik voel. Aandacht, aandacht. Joyce wordt in de cafetaria verwacht. Joyce, dringend, cafetaria. Dank u. Joyce? Hey. Joyce, met die ogen dicht. Joyce, ik heb totaal geen idee wat me vandaag overkomen is. Ik wilde iets doen voor je, maar het liep allemaal verkeerd. Echt, het liep echt allemaal verkeerd. Maar onze collega's hebben ons doorgeholpen. En nu ga ik een van de belangrijkste vragen stellen ooit in je leven. Oh nee. Joyce, wil je met me trouwen?
Thank you.